Flash is een kleine helikopter. Hij kan vliegen als de beste. Budgie zie je steeds in nieuwe avonturen. Pippa, Chuck en Leonard zijn zijn beste vrienden. Budgie! Sweep of the week! Oh! Budgie is een kleine helikopter. Hij is super, kijk maar mee naar Budgie, de kleine helikopter. Budgie was bij de zwarte rotsvuurtoren geweest. De goederen die hij had gebracht waren veilig opgeborgen. Bedankt, Budgie. Tot volgende maand. En hij ging weer op weg naar zijn basis op vliegveld Harefield. Zo, daar gaan we dan weer. Ik kan het wel vliegen met mijn ogen dicht. Ik doe het vandaag eens heel anders, Snowy. Ik neem een andere weg. Zwiepende wieken, Snowy. Wat zijn ze daar aan het doen? Zo te zien maken ze daar een snelweg. Budgie voor basis, Budgie voor basis. Leonard voor Budgie. Wat is er, Budgie? Leonard, ze maken hier een hele grote weg, iets ten zuiden van Oakford. Hij wordt wel... Oakford? Wat doe je daar nou? Je had al lang onderweg naar huis moeten zijn. Dat ben ik ook. Oh ja? Nou, kom dan maar snel hierheen. Over en uit. Nee, hè, Snowy. Daar krijg ik last mee. Ik ben echt vreselijk boos op je, Knul. Maar ik wilde... Je koos wel een hele slechte dag uit om te lummelen. De hangardeur zit vast, dus kan Chuck niet aan het werk. We hebben problemen met de radio en ik ben ook al te laat. En of dat al niet genoeg is, besluit jij maar wat rond te vliegen. Sorry, Leonard. Zonde van de tijd en de brandstof. Het kwam gewoon doordat Hallo, Budgie. Hallo, Leonard. Hoi, Pippa. Pippa, ik praat tegen Budgie. Oh, sorry. Hij is heel erg boos op me. Ik vloog heel anders. Ze bouwen een grote weg bij ook... Luister je nou nog wel? Ja, Leonard. Sorry, Leonard. Het wordt geen weg, maar een startbaan. Een startbaan? Voor een nieuw vliegveld. Heel groot. Voor vliegtuigen die te groot zijn voor Harefield. Een groot nieuw vliegveld. Daar wil ik wel eens kijken. Niet zo'n goed idee. Je loopt er alleen maar in de weg. Maar Leonard... Vergeet het nou maar. Gesnapt en ik heb geen tijd om nog... dwaze stuurknuppels, mijn klus! Ja, ik ben straks weer terug en gedrag jullie vooral netjes. Goh, die was boos. Ja, en hij wordt nog veel bozer als we naar het vliegveld zouden gaan. Als die het zou weten. Wat? Pippa? Nou, als die het niet weet, vindt hij het ook niet erg. Nee, toch? Pippa, dat kunnen we toch niet doen? Of wel? Echt heel groot. Dat zei ik je toch? Hey, laten we naar beneden gaan kijken. Hey, wat is dat? Ja, ook dat nog. Toeristen. Pippa? Ja? Kom je mee? Dan zijn wij de eerste die op dit vliegveld landen. Dat kan niet, joh. De startbaan is nog helemaal niet klaar. Ik hoef geen startbaan. Ik wel. Nou, ik niet. Oh, nou goed. Als jij dan zo nodig moet, ga maar. Ik ga naar huis. Pippa, je hoeft toch niet? Oh, dan niet. Ga maar weg. Een helikopter. Hoi, ik ben Budgie. Ik ben verbijsterd. Wat kom jij hier doen? Even kijken. Je kunt hier niet landen, hoor. Helikopters kunnen haast overal landen. Nee, ik bedoel... Nou, kijk maar. Zie je? Oh ja, ik zie het wel. Helikopters kunnen een heleboel. Graafmachines ook, hoor. Wat voor machines? Graafmachines. Dat ben ik dus. Kunnen graafmachines naar achteren? Ik wel. Ja, natuurlijk wel. Kijk maar. Oh, niet slecht. Maar ik kan ook omhoog. Oh ja, let eens op. Wat zeg je hiervan, hè? Nou, niet slecht. Maar... Hey, grappig. Ze roepen me.
Ik ga maar weer. Ja, ik ook. Hé, wat? Oh, nee. Ik zit vast. Hé, Graver, help. Graver, kom nou toch. Help. Oh, het heeft geen zin. Ik moet de basis oproepen. Oh, Leonard wordt razend. Wat zeg je, Budgie? Het is zo'n herrie hier. Hoepakee. Ik zit vast in beton. Vast in beton? Je meent het. Waar? Bij het nieuwe vliegveld. Kun jij me eruit trekken, Chuck? Dat kan niet, Budgie. Ik moet ergens anders naartoe. Oh, nee. Chuck! Chuck! Hallo, Pippa! Hallo, Chuck! Jongen, heeft die Budgie even pech? Die zit mooi in de puree! Wat? Wat? Domme Chuck! Alarm, alarm! Zwarte rotsvuurtoren roept vliegveld Harefield! Oh jeetje! Pippa voor zwarte rotsvuurtoren! Ontvang u luid en duidelijk! We hebben hier een probleem! Een windsurfer in moeilijkheden. Hij wordt naar zee geblazen. Oh, nee. En de reddingsboot? Die is naar een andere redding. Dit is werk voor een helikopter. Die zijn weg. Maar die man is echt in nood. Oh, jeetje. Pippa voor vuurtoren. Goed dan. Ik probeer het wel. Over. Ik zei het je nog. Kun je me eruit trekken? Grapjas! Hey! Oh nee! Dit is mijn vriend, Neuzie. Hallo. Jij zit goed vast, knul. Ja, weet ik. Stevig spul, beton. Ja, weet ik ook. Kan jij me helpen? Het zou kunnen. Ah, kom op, Neuzie. Haal hem uit de puree. Uit het beton bedoel je? Zeg, ga jij me nou nog... Zet je motor maar aan, knul. Ik probeer het wel. Help! Help! Daar is hij. Maar hoe moet ik... Ik moet een touw hebben. Oh, wacht eens even. Nou, oh, stel je niet aan, Budgie. Kom op, voor kerstmis hebben we je wel los. Kerstmis? Hey! Alsjeblieft, klaar. Oh, mooi. Hey, wat gebeurt hier? Ik heb het nog maar een uurtje geleden gestort. Mijn beton, daar krijg je last mee. Oh-oh. Nou, schiet op, omhoog. Wat dacht je dat ik aan het doen ben? Het is dat beton op zijn skis. Dat maakt hem veel te zwaar. Ja, ik zei al dat je tot kerstmis moest wachten. Hoera! Ik snap het niet. Ik snap niet hoe dit gebeurd is. Ja, raar. De skibeschermen zijn helemaal stuk.
Ja. Hé, wacht eens even. Wat ga je... Ha! Dat zal je leren niet te luisteren. Zeker, kapitein. Ja. Zodra dat eraf is, Budgie, ga jij je eerst wassen. Au. Alsjeblieft, Ken. Wat is dat dan? Ik vond deze om Pippa's neuswiel. Wat? Wat? Budgie's nieuwe skibeschermers. Oh, nee. Nou, ik weet wel wat je nu gaat zeggen, Chuck. Wat dan, kapitein? Wat staat het schattig? Budgie is een kleine helikopter. Hij kan vliegen als de beste. Budgie zie je steeds in nieuwe avonturen. Pippa, Chuck en Leonard zijn zijn beste vrienden. Budgie! Zwiepende wieken! Oh, Budgie is een kleine helikopter. Hij is super, kijk maar mee naar Budgie, de kleine helikopter.